Goedemorgen allemaal en welkom bij deze webinar. Mijn naam is Wim Poelstra. Ik ben consultant bij Cadix. Ik geef trainingen in Revit en AutoCAD. Ik heb een achtergrond in bouwkunde en daarnaast heb ik nog een studie wiskunde docent gedaan. En ik werk nu alweer 1,5 jaar met heel veel plezier bij Cadix. Ja, we gaan het vandaag hebben over walls, de wanden in Cadix. Wat u nog niet wist over walls, een aantal opties die u wellicht niet dagelijks gebruikt. Eerst even wat over Zoom. Met deze knop helemaal links kunt u het geluid aan of uitzetten, gelieve het geluid op mute te zetten. Dus zodanig dat ik u niet kan horen. Met deze knop kunt u uw webcam activeren of uitzetten, dus kan ik u zien. Dan hebben we de chat, die zit hier. Via de chat is het in principe gaan we de communicatie doen. Dus als u een vraag hebt, dan kunt u deze via de chat stellen. En uiteraard kunt u ook achteraf een vraag stellen. Kunt u gewoon een mail sturen. En dan zal ik deze proberen te beantwoorden. Even over Cadix. Wij zijn een consultancybedrijf. Trainingsbedrijf gevestigd in Drachten en dat is ook dit gebouw wat u hier ziet, daarboven is een gebouw, daar zit ons hoofdkantoor. Daar hebben wij ook een aantal trainingsruimte tot onze beschikking waar wij de trainingen geven. Wij geven trainingen in CAD, dus tekenprogramma's, technisch tekenwerk. Daarnaast geven wij oplossingen, bieden wij oplossingen aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van CAD. CAD CAM, dus Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. En er is ook nog een gedeelte detachering, dus er zijn ook mensen die via Cadix gedetacheerd zijn. Er zijn verschillende werkvelden, de bouw en architectuur, dat zijn trainingen op het gebied van Revit. Ook nog veel AutoCAD, BIM, BIM-modelleur, BIM-management, BIM, bouwinformatiemodel, bouwinformatiemanagement. Daarnaast de werktuigbouw, heel veel trainingen op het gebied van Invento, ook nog steeds AutoCAD. Installatietechniek, daar zijn heel veel trainingen, vinden er plaats op het gebied van Revit Map. Dus het installatiegedeelte van Revit en de civiele techniek. En dan zijn er bijvoorbeeld trainingen op het gebied van Civil 3D. Nou, nogmaals, Zoom. Graag de mute aanhouden, dus gewoon op het geluid uit. En via de chat communiceren. Vandaag, dit is de agenda. We gaan zo meteen beginnen met wrapping. Dat is het vouwen van lagen van wanden om de core heen, om de kern van de wand. En daar heeft Revit een aantal mooie opties voor. Vervolgens wall joints. De wall joints is waarschijnlijk wel bekend, de join, maar er zijn een heleboel opties en mogelijkheden die ik graag aan u wil laten zien. Vervolgens even wat over lagen aanpassen. Je kunt met aanpassingen van lagen kun je de wand opbouwen en de aansluitingen ook weer aanpassen en wijzigen. Dan is er dan heeft Revit de mogelijkheid om verticaal ook een aantal dingen in de wand opbouwen te wijzigen. De split face wil ik even met u behandelen. Daarmee kun je het gedeeltes van de wand weer een ander uiterlijk geven. Dan nog de gestapelde wanden, de stacked walls. Wanden met afwijkende vormen, hellingen, sinds kort ook in Revit 2021 heel makkelijk. Een wand kun je heel makkelijk een helling geven. En als laatste de wall reveal en de sweeps.
Nou, de software die ik gebruik is Revit 2021. En die ga ik dan nu ook opstarten. Ga ik met u, het scherm ga ik met u delen. Als het goed is, ziet u nu mijn Revit-scherm. Ik heb hier een speciaal project aangemaakt voor deze webinar. Die ga ik opstarten. Ik kom in het startscherm terecht. Ik ga even naar de begane grond view. Zo. En dan ga ik hier links beginnen met wrapping. Nou, wrapping. Ik pak daarvoor een... ik creëer daarvoor even een wandtype. En die heb ik speciaal aangemaakt voor wrapping. Want daarvoor moet je een wand hebben met meerdere lagen. Nou, ik zet even een stuk wand neer van 8 meter. Escape. En dan ga ik even naar Edit Type. Dan ga ik naar de Type Parameters. En dan kan ik hier de wand aanpassen. Nou, Wrapping staat hier ook al. Wrapping at Inserts. Dat is de wrapping ter plaatse van wandopeningen. Dus deuren en ramen. En daarnaast is het de Wrapping at Ends. En daarmee kan je instellen dat hij aan het einde van de wand wrapped. Nou, ik ga even naar de structure, naar de zogenaamde assembly. Dat doe ik door hier op de knop edit te drukken. En ik heb hier een aantal lagen. Ik heb hier een aantal lagen aan de buitenkant, aan de exterior side. Nou, in de core heb ik uiteraard mijn dragende wand, de cel en beton in dit geval. En dan heb ik nog aan de binnenkant een houten afwerklaag. Ja, om die lagen te laten wrappen, moet je hier ook nog in de kolom wrap, moet je ze aangevinkt hebben. Ik ga eerst even alleen de buitenste laag, stukwerk, 20 mm, ga ik even aanvinken hier. En dan ga ik hier even default wrapping, hier staan de opties ook, ga ik hier even alleen exterior aanvinken. Je hebt hier de opties exterior, interior, dus de exterior is de buitenkant, binnenkant en ook nog beide. Nou, ik ga even exterior aanvinken. Druk op OK. Druk altijd op OK, nooit op cancel, want dan worden je wijzigingen niet opgeslagen. Nog een keer OK. En ga ik even een raam in de wand plaatsen. Window. Nou, die plaats ik in deze wand hier even. Escape. En je ziet de buitenste laag is te plaatsen van het kozijn om de andere lagen heen gevouwen. Nou wil ik ook die andere lagen eromheen vouwen. Ga ik even weer terug. En de type moet ik weer naar de assembly toe. Vink ik ook even deze lagen allemaal aan. Ik laat hier de inserts laat ik nog op exterior staan en druk weer twee keer op OK. Nou, dan zie je dat de buitenste lagen allemaal zijn gaan vouwen daar. Nou, zo kun je ook nog de binnenste laag laten vouwen. Hij staat hier al aangevinkt. En dan zet ik deze even op. Allebei, both. Druk ik weer twee keer op OK. En dan zie je dat die binnenste laag ook mooi er omheen gaat. En hier aansluit op de andere. Op de buitenste laag. Nou, zo heb je ook de mogelijkheid om het eind de wrapping toe te passen. Ga ik weer even naar de wand parameters. Ga ik hier weer naartoe. Dan laat ik deze staan allemaal aan. Deze vinkjes in de kolom wraps. En dan ga ik hier even at ends. En bij de ends heb je alleen de optie exterior of interior. Nou, ik doe even exterior. Dan zie je ook al in de preview dat hij aan de einde gaat vouwen. Als ik deze aanpas, interior, dan zie je dus dat de binnenste laag gaat wrappen. Ik druk op OK. En nog een keer op OK. En kijk, daar zie je dat hij mooi aan de buitenkant ook een mooi penantje gemaakt heeft. Een mooie
eindiging. Dan de wall joints. Als je een wand maakt, pakken we even het commando wall. En dan heb ik weer een andere wand voor de wall joints. Even denken. Wall joint display heb ik hier. Zet ik weer even een stukje wand neer. Eén keer escape en dan pak ik nog even de andere. He, als je een wand maakt, dan kun je hier boven in de optiebar, kun je joint status, kun je ook, standaard staat die op allow, dus hij maakt standaard een joint. Die kun je ook nog op disallow zetten, dan maakt hij geen join. Ik laat hem even op allow staan. Ik teken even een wand die er loodrecht op staat en hij maakt automatisch een join aan. Nou, die join die kan ik uitzetten. Ik ga namelijk even de join weergave, die kun je aanpassen op drie manieren. De eerste manier is deze. Als ik de join, als ik de wand heb gemaakt, dan kan ik op dat blauwe bolletje met de rechter muisknop klikken. Moet je echt heel goed precies op dat bolletje gaan staan. En dan rechter muisknop, dan zie je daar de disallow join optie. En als hij al als hij al geunjoined is, staat de allow join. Nou, dan is hij losgemaakt. Dan ga ik hem even tot het einde trekken. Zet ik hem even op course. En dan kan ik hem weer met, kijk, nou zie je dus een streep. Dan kan ik hem weer met dit kleine dingetje kan ik hem weer joinen. Kijk, en dan is hij weer mooi aan elkaar gemaakt. Nou, ik zet even weer deze aan. Fine. De andere optie die ik heb is om de optie, en die zit op het tabblad Modify, onder de panel Geometry, geometrie, zit de wall joints. Nou, daar zitten heel veel opties in, daar kom ik zo nog even op terug. Ik pak hem nou even voor de, hè, als ik hem dus selecteer en dan ga ik, dan is het de bedoeling dat ik op een aansluiting ga staan. Nou, ik ga op deze aansluiting staan. Kan ik hier ook weer de join uitzetten met door op disallow join te drukken, maar ik kan hier ook de view settings aanpassen. Kan ik een clean join of een don't clean join. En dan zie je ook weer dat hij, hè, dat hij hem aanpast. Dat kun je ook nog even op deze manier laten zien. Ik zet hem hier even op grof. Clean join, dan haalt hij eigenlijk dat lijntje weg. En met don't clean join, dan krijg je zo'n dikker lijntje. Nou, dan heb je nog in de properties van de view, heb je de wall joint display. Dat is de derde manier. En die werkt alleen als je de weergave op coarse hebt staan, op grof. En daar kan je dan ook voor, als je heel veel wanden hebt, is die bijvoorbeeld handig. Als je meerdere wanden hebt, ik kan even een extra wandje zo tekenen. Nog één. Escape. En dan kan ik hier de wall joint display, die zit hier, die kan ik hier op clean all wall joints of clean same type wall joints zetten. En dan zie je ook weer dat hij hem aanpast. Ik haal die weer even weg. Delete. En ik zet mijn weergave weer even op fine, want ik wil mijn lagen kunnen zien. Nou, als ik een join heb gemaakt, ik pak weer even het commando wall en dan pak ik even deze wand, de wall join volgorde aanpassen. Ik ga even een stuk wand neerzetten. Eén keer escape, pak ik even het andere type die ik hiervoor wil gebruiken. Ik trek die er even dwars doorheen. Escape en dan ga ik de wanden even joinen met de join geometry op het panel geometry. Nou, en als je joint, dan is de eerste die je aanklikt, heeft de hoogste prioriteit. Deze zijn al gejoined.
En dan gaat die kern, die gaat dus door tot de andere kern. Die prioriteiten kun je achteraf ook aanpassen. Daarvoor ga je weer naar Join op Geometry. En kies je hier voor de Switch Join Order. En dan kun je de volgende aanpassen. Als ik dat doe, dan ga ik bijvoorbeeld nou op die andere staan en dan klik ik even door. En dan klik ik dus eerst op die en dan op die. Dan zie je dat die dan er dwars doorheen gaat. Dus je kunt achteraf die order, die volgorde kun je aanpassen door hier op Join te klikken en dan Switch Join Order. En dan klik ik bijvoorbeeld eerst weer op die. En dan op die. En dan zie je dat hij weer de kern weer aanpast. Ik haal die even weg. Ga even de volgende doen. De wall. Dan heb je die optie op de, het modified tabblad. Wall joints. Daar zitten ook weer een heleboel opties op. Ik teken daarvoor even een stuk wand. En teken ik even een andere wand in de hoek eraan vast. Zo, dan moet ik die even omdraaien. En als ik deze dan pak, wall joints, dan ga ik op de hoek staan. Want je moet een aansluiting aanklikken. Je ziet dan zo'n vierkant en dan moet je klikken, dan doet hij je pas. Dan heb ik hier een drietal type aansluitingen. De butt, de miter en de square off. En dan kun je ook nog met previous of next, hè, in die van toepassing, heb je ook nog een heleboel varianten daar op die butt. Nou, als ik hier klik, dan heb ik er twee. Dan heb ik de miter, heb ik er maar één. En de square off, die is eigenlijk van toepassing als je een schuine aansluiting hebt. Dus ik ga even deze wand nog een keer schuin trekken. En dan kies ik weer voor de wall join. En dan ga ik nu even de square off aanzetten. En dan zie je dat daar ook weer meerdere opties zijn. Zet ik hem weer even terug. En dan ga ik nog even een ander wandtype erop aansluiten. En dan ga ik bijvoorbeeld even zo'n aansluiting maken. Want dan zie je dat er helemaal veel opties zijn. En dan ga ik weer naar Modify, Wall Joints. En dan ga ik hierop staan. En dan kijk, nou, als ik nou de opties ga, dan komen er heel veel varianten. Gaat hij ook rare dingen maken soms, maar dan krijg je allerlei configuraties. Dus dat is de wall joints. Nou, de volgende is lagen aanpassen. Ik kan ook door lagen aan te passen, kan ik ook de aansluiting anders laten weergeven. Pak even de wall onder architecture. En dan pak ik even dit type. Zet even een stukje wand neer. Eén keer escape. Dan pak ik even een ander type. En die sluit ik even daarop aan. Nou zie je dat deze doorloopt tot deze laag. Stel nou, ik wil hem eerder laten stoppen. Tot deze laag laten doorlopen. Dan moet ik even naar de Edit Type knop. Type parameters gaan. Ga ik weer naar de assembly met edit. En dan ga ik even deze laag verplaatsen naar boven. En dan maak ik die even structure. Deze zet ik even op substrate. Ik vink hier even structural material aan en druk op OK. Dus nou is hij zo. En dan druk ik op OK en dan stopt die eerder. Dus dat kun je doen. En je kunt ook, als ik deze wand nog een keer pak en ik ga die even hier doorheen trekken. Kan ik ook bijvoorbeeld die afwerklagen, in dit geval die twee buitenste afwerklagen, die kan ik ook verder laten doorlopen naar de kern. Daarvoor moet ik even deze wand selecteren en daar de opbouw van aanpassen. Dat doe ik even. Ik ga naar edit. En dan ga ik even die gipsplaten, die ga ik even verplaatsen naar de kern. Dus ik ga even hier deze met up en deze met down. En die ook naar beneden. En dan staan ze allemaal in de core. Druk op OK. En dan druk ik nog een keer op OK. En dan zie je dat die mooi doorloopt naar de core. In plaats van dat die stopt aan de buitenkant.
De volgende, dat is de verticale opties. Het is namelijk mogelijk om onder Edit Type ook verticaal nog allerlei dingen toe te voegen aan een wand. Pakken we even het wall commando en pak nu een wand die ik heb aangemaakt. Daar staat hij, verticale opties. Ik trek even een wandje door deze doorsnede heen. Zo. En ik ga weer naar Edit Type. Ik ga weer naar de assembly door hier op Edit te drukken. En nou heb ik hier mijn preview. En die staat nu op floor plan. Maar als ik die hier op section zet, dus doorsnede, dan verschijnen hier ook nog een aantal extra opties. Modify vertical structure. Staat ook achter section preview only. Nou, wat ik kan doen is hiermee, en daarvoor moet je wel even... Ja, dat is enigszins lastig, want je kunt bijvoorbeeld niet op escape drukken, je kunt ook niet de tabtoets gebruiken. Je pakt de split region om even een nieuw, om een apart stuk aan te maken. Dan hangt er zo'n mesje aan je muis, dat moet je dus hier doen. En dan moet je even klikken en dan komt er zo'n maatlijntje staan. Je kunt hier gewoon zoomen met je muiswieltje. En dan gebruik je de knop modify om deze aan te passen. En dan moet je echt op dat streepje gaan staan hier om hem op die maat aan te passen. Dus dan kan ik hier klikken en dan kan ik je ook gewoon de maat weer aanpassen. 1500 mm. En als je heel goed kijkt zit er ook nog een pijltje. En als je daarop klikt kun je die tijdelijke dimension weer spiegelen. Nou heb ik een split face gemaakt. Die kan ik dus een ander materiaal geven. Dat ga ik even doen. Daarvoor moet ik even een nieuwe laag aanmaken. Ga ik hier opstaan en doe ik insert. Nou zie je ook dat hier de metselwerk halfsteen is variable geworden in thickness. Ik doe insert om een nieuwe laag te maken. En die geef ik nog even geen dikte. Finish. En dan geef ik bijvoorbeeld even een materiaal. Beton. Prefab, beton. Dan selecteer ik deze laag en dan ga ik hier met de knop Assign Layers, ga ik die aan dit stuk toekennen. Dan moet ik even goed inzoomen en dan druk ik daarop en dan is hij, dan zie je dat dit stuk beton is geworden. Dan heb ik de optie om, als ik naar boven ga, even kijken, dan moet ik even... Je kunt namelijk ook niet pennen hier. Ik moet even naar boven. Ik ga eerst even de laag mergen trouwens. Want deze optie kun je lagen samenvoegen. Dat ga ik eerst even doen. Merge regions. Nou, dan moet je ook weer heel goed kijken. Je moet er met de muis op gaan staan. En als je op de grens staat, dan komt er zo'n pijltje met een vlakje. En dan druk je. Nou, en dan zie je dat die 1 geworden is. Dan pak je weer even de knop modify en ga naar boven en ga daar even op staan. Op het bovenste randje en als ik die selecteer dan komt er zo'n slotje. En dan kan ik die laag losmaken en dan kan ik die apart zometeen een andere hoogte geven. Nou, dan heb je ook nog de mogelijkheid om sweeps en reveals toe te voegen. Sweeps zijn profielen en reveals zijn eigenlijk uitsparingen in de wand. Ik ga even met sweeps een profiel toevoegen. Ga ik even hier add erin drukken om er eentje toe te voegen. Kan ik hier een profile uitkiezen. Die heb ik al ingeladen. Nou, bijvoorbeeld deze. Je kunt er een materiaal aan toekennen. Nou, ik kan hem hier een hoogte geven. Kun je kiezen vanaf de base of de top. Ik geef hem even een hoogte 1 meter. Vanaf de base. Hier kun je nog kiezen parallel met de grond of... perpendicular met face, dus gelijk met het met de oppervlakte van de wand. En ik kan hem nog offset, ik kan hem ook nog omdraaien met flip. Nou, ik
ga hem even toepassen. Apply. Oké. En dan zie je dat hij hier is geplaatst. Zo kan ik bijvoorbeeld ook een nog een ding bovenop de wand zetten. Nou, dan kies ik even voor de parapet hier. Zo. Die ga ik even vanaf de top plaatsen. Apply. Even uitzoomen. Kijk, daar zit hij. Hij is nogal groot. Nou, en zo kan ik een reveal plaatsen. Dat is een uitsparing. Ga ik ook nog even doen. Ik ga bijvoorbeeld even een... dan zie je dat ik drie mogelijkheden heb. Three bricks. Vanaf de base plaats ik die even op 2 meter. Je moet erg... kijk, het is, je hebt niet alle opties hier die je ook in het tekenveld hebt. Als je tab toets werkt ook niet... Dus hou daar rekening mee en druk niet op escape, want dan ga je er helemaal uit. Nou ga ik even op oké drukken. Oké. Dan krijg ik deze melding. Die ene laag, die is nul, die haal ik gewoon weg. Delete. Oké. Dan ga ik hem even bekijken in mijn doorsnede, die heb ik al gemaakt. Rechter muisknop, go to view. En je ziet, kijk, dat is de wand. En als ik hem aanklik, kan ik dus nu, doordat ik dat slotje net heb losgemaakt, kan ik deze ook nog apart van hoogte veranderen. Nou, nog even in 3D kijken. Dat ziet er dan zo uit. Kijk, dan zie je dat hij ook over de hele lengte heeft hij dan die reveal en die sweep. Dus die uitsparing en dat profiel eraan vast. Ik ga even naar de begane grond. Dan laat ik de split face zien. Met de split face kun je een deel van de wand een ander uiterlijk geven. Ik pak weer even een wandtype die ik gemaakt heb daarvoor. Split face heet die ook. Zet ik hem neer. Escape. Ga ik even naar de 3D weergave. Doe ik even met de selection box. Zo. En ga ik even naar modify. Ga ik even een split face erop tekenen, die zit onder geometry. Ik ga bijvoorbeeld even een rollaagje wil ik maken. Nou, als je dat selecteert, dan snapt die ook. He, dan moet je de wand selecteren waar je die op wil tekenen. Dat doe ik even. En dan kun je hier dus, en dan kom je in de modify split face, create boundary modus. Kun je hier vormen kiezen. Ik pak even de rectangle. En hij snapt ook op dat patroon van die stenen. Dat is wel zo handig. Ik teken even een rechthoekje. Achteraf kan ik nog de maten wijzigen. Nou, dat vind ik prima. Ik druk even op de vink om hem af te maken. En dan ga ik dit stukje even een ander uiterlijk geven. Dat doe ik met behulp van deze optie, de paint. Op de panel geometry. Hier kan ik dan, er verschijnt de materialen browser. Nou, ik heb een laagje ervoor gemaakt met een uiterlijk. Die heb ik even rollaag genoemd. En dan moet ik de split face selecteren. En dan heeft hij, kijk, dan heeft hij een ander uiterlijk gekregen. Dan goed kijken. En je ziet dat deze een ander patroontje heeft, dit stukje. Ik ga even naar mijn begane grond. View. Naar de volgende. De gestapelde wanden, de stacked walls. Met stacked walls kan je een gestapelde wand maken, die bouw je op uit wandtypes die je al hebt gemaakt. Pak even weer het wall commando, wall architectural. En ik moet hier in de properties dan naar beneden gaan. Onder de curtain walls heb je nog de stacked walls. Nou, ik heb hier een... je moet altijd beginnen met een type. Die ga je even bewerken. Edit type, maak je gewoon even een nieuwe aan met duplicate. Doe ik en die noem ik even stapelwand webinar 2. Oké. Dan ga ik hier bij edit, ga ik de opbouw weer wijzigen. Nou, ik heb nu maar één gedeelte. Als ik hier op klik, kan ik dan kiezen uit allerlei wanden. Begin even met de onderkant, stapelwand onderkant. En dan met insert
voeg ik er nog eentje toe. En die ga ik even uit het middengedeelte opbouwen. Dat is een ander soort wand. En ik voeg er nog één toe met insert. Nou wil ik dat middelgedeelte variabel hebben. Dan kan ik hier op de knop variabel klikken. En dan is die variabel. Er moet eentje variabel zijn. Nou, deze ga ik dan even op 1 meter zetten. En ik voeg er nog eentje in. Aan de bovenkant. Dat is mijn topgedeelte. Nou, die maak ik even 1,5 meter. Dan kun je hier nog bij offset kun je nog af laten wijken van de... ja, dat kun je hier ook kiezen, wall centerline, core centerline. Dan kun je hem daar nog uit de pas laten lopen, zeg maar. En met flip kun je hem nog omdraaien. Nou, bij deze, dat is alleen interessant voor meerdere lagen. Kan ik hier bijvoorbeeld flip indrukken en dan draait hij om. Ik druk op oké. Nog een keer oké. En dan is mijn gestapelde wand gemaakt. Nou, ik ga er even een stuk van neerzetten. Ga ik hem even nog een keer bekijken in 3D. En hij ziet er zo uit. Dus het zijn meerdere wanden die je op elkaar kan stapelen en die je dan ook weer een hoogte kan geven. Dan ja, heb je de afwijkende vorm en helling. Als je een wand tekent, dus ik pak weer even het wandcommando, kun je ook nog, heb je de opties om hier met draw allerlei, meteen allerlei vormen te maken. Standaard staat hier op de rechtlijnige wand. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een rectangle of een cirkel maken. Nou, ik pak nog even een ander type. Ik heb nog een type gemaakt. Ik ga even de cirkel maken. En je kunt sinds Revit 21 heel makkelijk wanden een helling geven. En dat kan zelfs ook bijvoorbeeld met zo'n cirkel. En daarvoor selecteer je de wand. Ik ga er zelf allebei selecteren. Dan heb je hier de cross section. Die staat dan op verticaal. Maar die kan ik hier op slanted zetten. Dus hellend. En dan kan ik hier ook nog een hoek eraan geven. Nou, bijvoorbeeld 20 graden. Enter. En dan zie je in het bovenaanzicht ook al. Hey, hij staat hellend. Dus ik zie hem ook natuurlijk wat breder. En dan zie je ook in de view dat die hellend is. En dat kan ook zelfs met gestapelde wanden. Dus ik kan gestapelde wanden ook slanted maken. Oh, dan moet ik wel even alleen 20 typen. Geen streepje erachter. Pardon. Nou, dat doet hij even niet. Ik ga even door naar de volgende optie. De wall reveal en sweep. Dat is ook de laatste. Ik pak hier de wall weer. Pak weer even een type. Wall reveal en sweep. Escape. En die ga ik even weer in 3D bekijken. Pak weer even de selection box daarvoor. En we zagen net al in die verticale opties kun je de wall reveal en de sweep kun je toevoegen. Maar dan loopt die over de hele lengte door. En is die standaard aan het type toegevoegd. Je kunt ook nog losse wall reveals en sweeps maken. Die zitten hier onder wall. Er zit een klein pijltje. En dan zit hier de sweep en daar de reveal. Nou, ik pak even de sweep. Dan heb ik hier de opties horizontaal of verticaal. Ik ga even een horizontale maken. Onder Edit Type kun je een profiel selecteren. Dus dat ga ik ook even doen. Staat hier bij Construction Profile. Hij staat hier nou op. Kan ik hier op klikken. Ik heb hier een aantal profielen gedownload. Bijvoorbeeld die pak ik even. Oké. En dan zie je als ik op de wand ga staan, dan maakt hij dat profiel. Hier kun je nog mee... weer nieuwe plaatsen. Als ik dat doe, duurt soms even wat die geplaatst is. Nou, deze is nogal groot. Kan ik die ook weer hier aanpassen. En op dezelfde manier kun je de reveal maken. Ik pak nog even de sweep en dan ga ik nog even de verticale laten zien.
Dus dat is de losse reveal en sweep. Nou, dit was de webinar over de, wat u nog niet wist, over Walls in Revit. Gaan we even naar mijn PowerPoint. Even dat er in de chat een bericht wordt gestuurd. Nou, deze vraag is al beantwoord. Ik ga even weer over naar de PowerPoint. Als het goed is, zien jullie deze nu. Nou, wat hebben we hier vandaag behandeld? Wrapping. Dus het vouwen van lagen om de kern heen. De wall joints en de weergave daarvan. En de verschillende opties. Het aanpassen van lagen, zodat je de aansluitingen ook weer anders kunt laten verlopen. Verticale opties onder edit type. De split face, waarmee je dus een deel van de wand een ander uiterlijk kan geven. Stacked walls, gestapelde wanden. Wanden met hellingen en afwijkende vormen. En dan nog de losse wall reveals en sweeps. Ja, graag als u vragen heeft of opmerkingen, dan horen we die graag. Dus nu kan het nog op de chat of achteraf via de e-mail. Graag ook de evaluatie invullen. Zoals gezegd geven wij allerhande trainingen en cursussen. Ook op het gebied van Revit hebben we heel veel cursussen. Ik zie u graag terug in een van onze trainingen. En ik wil u hartelijk danken voor uw deelname vandaag. En dan ga ik het hierbij laten. Ik zie nog wel een vraag op de chat verschijnen. Kun je de wrapping ook nog verder beïnvloeden, zodat hij niet achter het kozijn doorloopt? Ja, ik heb begrepen dat het aan de family ligt ook hoe de wrapping verloopt. Dus dat zou wel moeten kunnen. Hoe dat precies zit, daar zal ik nog even op terugkomen via de e-mail eventueel. Ik zie verder geen vragen meer. Dan ga ik even afsluiten. Dus vragen graag verder via e-mail. Ik wil u nogmaals hartelijk bedanken voor deze, voor het bijwonen van deze webinar. Ik wens u een hele fijne dag en wellicht tot ziens bij ons op de training.